Nu is het eten warm. Dan ben je warm al honger. En omdat we hier een hele leuke avond hebben, dan hebben we ook een gevulde buik nodig. Dus ik zeg allemaal school! School! Omdat en dat en dat uur. Altijd ja. Altijd ja. En zij moet ook natuurlijk van huis rijden om dat te kunnen regelen voor deze mensen. Ook al was het 5 maaltijden. Zij was er. Zij heeft dat geregeld met alle die mensen. En ik hoop dat er een God is. En dat u ooit die sterretjes krijgt van hem. Voor die inzet van u. Die is fantastisch geweest. Dank u. Vandaag hebben we een hele leuke. Een spannende avond. We hebben de Noorse ambassadeur. En ik ben trots. Ik ben de enige Noor hier, behalve hem. Hij komt helemaal naar Zeeland. Voor ons. En ik ga nu zeggen dat hij is alleen maar mijn ambassadeur. Ben je ook applaus dan? Hij heeft niet alleen maar middelbaar gesteund, maar hij heeft ook advies geschreven. De manier dat hij ging praten over hoe hij voelde ons, heeft mij ook kracht gegeven. En daar wil ik u eigenlijk ontzettend veel voor bedanken. U bent open geweest als een normale persoon. En dat vond ik zo fijn. En u weet dat ik, andere dingen hebben moeten meemaken. Maar u was eigenlijk altijd helemaal ook verder. En ik ben heel trots dat u naar ons toe komt. Om ons te laten een bezoek aan ons te geven. En uw aandacht aan ons kleine middelbare, kleine hond. Die komt voor mij en voor ons. Ik vond het heel ontroerend wat hij schreef over Middelburg Helft, over het project. En ik dacht van, hey, deze man wil ik echt beter leren kennen en het project wil ik ook leren kennen. We hebben elkaar een paar keer geschreven en hij heeft mij toen uitgenodigd naar Middelburg. En dat ging niet vanwege het coronavirus. Maar ik wist al dan dat ik heel graag hier naar de stad wou komen. Voor mij zijn er helemaal geen grote mensen, er zijn geen kleine mensen, er zijn alleen maar mensen. En het beste wat mensen kunnen doen is elkaar helpen, elkaar iets geven, iets betekenen voor elkaar. En daarom ben ik zo onder de indruk geweest van deze correspondentie die ik heb gehad met Odvar. En nu heb ik met mijn eigen ogen gezien hoeveel dat betekent. We waren eerder vandaag bij het Leger des Heils. Ik heb daar een paar mensen gezien die deze hulp echt nodig hebben. Ik ga ook in de toekomst dit project verder steunen. Ik vind het heel belangrijk. En ik kijk uit naar een goede vriendschap en naar een goede samenwerking. Als ambassadeur van Noorwegen wil ik ook zeggen dat ik heel trots op jou ben. Dat jij een Noor bent die hier in Nederland, hier in Middelburg woont en die al zoveel betekent voor andere mensen. Dat vind ik echt geweldig. Dank u. Dat is voor jullie. Hartelijk bedankt. Ongelooflijk. Ja. Kijk.